Hallo, ik ga jullie een korte instructie geven hoe je kunt inloggen in je Chrome-browser als er al iemand anders is ingelogd. Druk hier op dit icoontje, dan vervolgens op het tandwieletje en dan op persoon toevoegen. Vul hier je naam in. Dan klik op login. En hier kun je je e-mailadres invullen welke je van je school gekregen hebt. Dan het wachtwoord. Als je deze stappen gevolgd hebt, dan kun je hier op gegevens linken klikken. Dan op ja inschakelen. En je bent ingelogd in je browser.